bij deze eerste uitzending waarin de Rissengroep zich aan u voorstelt. Vanaf deze maand is de Rissengroep elke maand te zien in het consumentenitem van Weer Televisie. De meeste mensen kennen de Rissengroep van de groenvoorziening, maar wij doen nog zoveel meer. Daar wil ik u graag over vertellen. Maar ik doe dat niet alleen. Iedere maand ga ik op zoek bij een werkgever. Deze werkgever zal iets vertellen over de samenwerking met de Rissengroep. Maar eerst zal ik mezelf aan u voorstellen. Mijn naam is Nanda Vleeshouwers. Binnen de Rissengroep ben ik mede verantwoordelijk voor het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers. De Rissengroep voert voor 3 gemeenten, Weert, Nederweert en Kranendonk, de wet sociale werkvoorziening uit. Deze wet is voor mensen met een arbeidshandicap die niet zelfstandig een reguliere baan kunnen vinden. De Rissengroep laat deze mensen binnen de eigen organisatie weer werkervaring opdoen met de bedoeling ze te leiden naar een baan bij een reguliere werkgever. De Rissengroep begeleidt en ondersteunt bij het vinden van passend werk door middel van professionele coaching en persoonlijk advies. De medewerker wordt bij de werkgever gedetacheerd. De gedetacheerde werknemer blijft in loondienst bij de Rissengroep, zodat de werkgever geen omkijken heeft naar de formaliteiten rond aanname, ziekteverzuim, etc. De reïntegratieconsulent van de Rissengroep zorgt voor ondersteuning in de begeleiding en is aanspreekpunt. Smakelijk. Bij de Rissengroep werken 800 mensen. 200 daarvan zitten in een reïntegratietraject. Deze reïntegratietrajecten voeren wij in opdracht uit van dezelfde gemeente. Het betreft hier jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarjongers of volwassen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook voor deze mensen gaan we op zoek naar een match met een werkgever met als doel ze volwaardig terug te laten keren in de maatschappij. Het ultieme doel is om ze een baan op de arbeidsmarkt te geven. Wij komen graag in contact met werkgevers die onze mensen een kans willen geven. Werkgevers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Hoi Marij. Om in contact te komen met deze werkgevers hebben wij de stichting Connectors opgericht. Connectors is een platform opgericht om mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken in contact te brengen met werkgevers die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. En daarnaast is Connectors ook een business-to-business netwerkorganisatie waar op dit moment een 70-tal werkgevers bij zijn aangesloten. De oprichting van Connectors is mogelijk gemaakt door 15 founders. Een van die founders is Crest Suikwerken. Maar Crest is niet alleen founder. Bij Crest zit al een heel aantal jaren een 4-tot-5-tal mensen vanuit de Rissen gedetacheerd. Crest is een zelfstandig familiebedrijf. We zijn gevestigd in Weert sinds een jaar of 30. Waarvan de laatste 10 jaar hier op Campus Hoek. Wij produceren kindersnoepgoed. Gespecialiseerd in lollies. Die verkopen we over de hele wereld in meer dan 40 landen. Destijds zijn we eigenlijk begonnen met het werken met de Rissenbedrijven om pieken op te vangen. Dus we zochten gewoon extra capaciteit om onze producten te kunnen inpakken. En door de jaren heen is dat gewoon eigenlijk een beetje geëvolueerd in een min of meer strategische samenwerking. Dus we zijn echt wel partners op het gebied van het inpakken van onze producten, speciale producten. Ook als het gaat om private labels voor groot warenhuizen en de supermarktketens. Dan speelt er heel goed in op de vragen uit de markt. Ook op het gebied van voedselveiligheid hebben ze een speciale ruimte ingericht voor ons. Waar ze heel hygiënische producten kunnen verpakken. Daarnaast kan ik zeggen dat wij ook met de andere geledingen van de RIS zaken doen. Zoals de facilitaire afdeling voor het schoonmaken van onze kantoren hebben we elke dag een dame van de RIS hier voor het poetsen van de fabriekshal. Glazen wassen. Tuinonderhoud. Eigenlijk doen we rissenbreed zaken met de rissen. Voor ons ligt de meerwaarde in het zaken doen met de rissen. Ook in het feit dat het een heel goed gevoel geeft om leuk gevarieerd werk te kunnen bieden aan de mensen die bij de rissen werken. Je ziet dat ze ervan van genieten, dat ze gewoon met trots het werk voor je uitvoeren. En dat is fijn.
Mede daarom zijn we ook founder geworden van de stichting Connectos. Vandaag de dag natuurlijk belangrijk om als bedrijf ook maatschappelijk verantwoord bezig te zijn. Voor ons is dat eigenlijk een vanzelfsprekendheid. En we hebben ook besloten om te willen optreden als ambassadeur voor de Rissen. Middels dat founderschap. Om bedrijven te laten weten van wie is de Rissen, wat doet de Rissen. Het valt op dat nog steeds heel veel bedrijven in de regio niet weten wat de Rissen te bieden heeft. En nou, daar zetten wij ons graag voor in. We hebben net van Joop als werkgever begrepen hoe hij het ervaart om mensen vanuit de Rissen binnen zijn bedrijf gedetacheerd te hebben. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de mensen er zelf van vinden. Nou, even kijken. Gaat u mee? Marian, wat vind je ervan om hier bij Crest te werken? Hartstikke leuk. Ik vind hier hartstikke leuk. Het werk, de mensen, alles om je heen, de werken hier. Je kunt je eigen tempo bepalen, de tempo kun je eigen bepalen. Dus alleen als er orders zijn die af moeten, ja, dan is mijn vader rest, kan ik mijn eigen tempo bepalen. En kon ik bij andere bedrijven niet zo. Dus dan moest ik eigenlijk een beetje minder doen. En hier kun je eigenlijk je eigen gang gaan eigenlijk. En dat vind ik juist hartstikke leuk. En de tijden. Je bent om 4 uur afgewerkt, dus dan ben ik ook wel om 4 uur thuis. Dus dat vind ik het leuk hier om bij Crest te werken. Erik, kun je uitleggen welke werkzaamheden jullie hier doen? Pallets wegrijden, materiaal binnenrijden, lege dozen opruimen en andere werkzaamheden. Hoe ze ook aan de machines staan en nog wat andere dingen doen. Dat is al mijn werkzaamheden. Marian, wat vind je ervan om gedetacheerd te zijn? Leuk. En waarom is het zo leuk? Je leert met andere mensen werken. En een andere omgeving. Hoe lang werk je hier al, Marian? En mij 6 jaar. Heeft u vragen of interesse naar aanleiding van deze uitzending? Dan kunt u contact opnemen met Nanda Vleeshouwers via het algemene nummer van de Rissengroep.